gehad? Vorig jaar heeft ze mee. Goedemorgen, het is weer maandag en het is het begin van een nieuwe week. Ik zit aan mijn scriptie. Ik ga zo meteen video's opnemen, daar heb ik wel heel super veel zin in. Make-up zit erop en ik ben klaar om video's te gaan opnemen. Dat is best wel grappig, want dan zit ik me dus lekker zo met mascaraatje erop te doen. En dan belt de postbode aan met nog een extra pakket. Oké, wat ik deze aflevering aan heb is een topje van Minimum Fashion. Een rokje van Topshop. En mijn lekkere truttige schoenen van Fred de La Bretonnière. Met plateau zooltje. Oh, die zie je niet. Die zijn echt top. De eerste video staat erop. En nu de tweede opnemen. Ik heb echt een mega leuke pak aan. Moet je eens kijken. Wacht. Dit hangt dus echt al vet lang in mijn kast. Alleen, hij is me iets te groot. Prijskaartje hang je nog aan. Leuk, hè? Nou, ik heb vandaag ongeveer 100 keer mijn outfit veranderd. Maar ik heb gewoon mijn video's erop staan. En nu ga ik koffie drinken op het terras. Yeah. Het is dinsdag en wederom scriptietijd. Weer een rol met koekjes. Koffie al op. En weer gemberthee. Ik ga lekker een hapje eten en drinken met Holly. Wij zijn hamburgers aan het eten. Nou, maar het ziet er ook echt zo smerig uit als je dit nu ziet. Je zo oncharmant wat dat eten. Hey. We hebben een fles met een heel mooi labeltje erop. Die alweer bijna op is. En niet alleen dat. Het wordt ook ineens heel rood licht. Ja. Alsof jullie in een soort van... Spot erbij. Mag ik los? Nee. Ik wil los. Ja, laat maar. Zo. Ik zie dan... Oh, daar draait hij. Hoi. Hey. Ik vind het leuk. Ik vind het top. Ik vind het echt leuk. Zo is het erbij. Word je niet heel ijdel hiervan dat je naar jezelf zit te kijken? Ik moet wel zeggen, ik ga het liefst make-uploos door het leven. Ja. En ik ben nog geen één keer make-uploos opgekocht. Ja. Snap ik. Ik zou het ook heel moeilijk vinden. Ik kijk hele dag naar jezelf. Ik pak de baas van ding erbij en denk echt zo... Wow. Doei. Iedereen make-uploos. Ja. Dus ja. We zijn wel een beetje rood door de lamp. Goedemorgen zonder zorgen. Het is vandaag vrijdagochtend en het is 10:30. En ik rijd bepakt en bezakt weg uit Amsterdam om naar Groningen toe te gaan. Daar staat het bord Groningen A6. Ja? Oké, ik wist al wat ik ging doen, maar ik heb het nu eventjes goed gelezen. Ik ben onderweg naar Groningen. En daar is de jaarlijkse keiweek. Daar gaan allemaal, is eigenlijk de introductieweek van alle hogescholen in Groningen. En vandaag is de allerlaatste dag. Vanavond hebben ze een fantastisch eindfeest, maar iedereen is natuurlijk een beetje brak. Dus ik ga iedereen moed inspreken. En zorgen dat ze vanavond een heel leuk feestje hebben. Nog steeds best wel vaag dit, maar jullie gaan het gewoon zo zien. Ontbijten met het meest smerig uitziende broodje, maar tegelijk het allerlekkerste broodje van Amsterdam. Zo, ik ben bruin, hè? Oh. Whatever. Koffietje erbij. Een dag zonder koffie is natuurlijk een dag niet geleefd, zoals mijn moeder zou zeggen. Dus proost. Lekker. Zo, wat is er na 2,5 uur auto rijden met je haar kan gebeuren? We zijn er, 145 kilometer, 175 kilometer verder. Bobby Boat. Deze regenachtige, zonnige vrijdagmiddag. Ik ga allemaal lekker zitten, paar stellingen bespreken. En ik zou het super leuk vinden als jullie hier aan meedoen. Heeft u iemand in de zaal met een schaamhuis gehad? Je kan er dus goed geld voor meneer jongens. 25 euro per schaamhuisje. Is geen gaan. Ja, echt? Ja. Museum Naturalis wil zo graag. File.
Doei, Groningen! Ik ben net weggereden uit Groningen en heb daar het Lust, Love & Lounge event gepresenteerd. Heel leuk. En nu heb ik honger. En ik ben onderweg naar Maastricht. Jullie horen het goed. Ik kom uit Amsterdam, ga naar Groningen en ga nu naar Maastricht. Maar eerst even een lekker hamburgertje. Woehoe! Oh yes! Oh! Yeah! Bobby is back on track! Ja, normaal gesproken doe ik het eigenlijk nooit, McDonald's en zo, maar oh! Die 3 keer per jaar dat ik het doe, oh! En het zonnetje begint te schijnen, op naar Maastricht! Lekker weertje! Toppie! Waar zag je nou die flitsen? En na regen komt zonneschijn in Maastricht. Of in ieder geval blauwe wolkjes. Ik heb de hele dag geroepen en gedacht, we gaan naar Maastricht. Maar we gaan nog een stukje verder dan Maastricht. We gaan namelijk naar het Drielandenpunt. Dus nog even 100 kilometer hoppatee, gas erop. En dan komen we eindelijk aan. Doei, zon! Wow! Jongens, en aangekomen in het regenachtige en donkere Valkenburg. Nou, we zijn er hoor. In het hotel. Ik ben na een hele lange dag aangekomen in het hotel. En dan willen jullie natuurlijk het hotel zien. Oh, en jullie willen weten waarom ik hier ben natuurlijk. Maar dan ga ik nu... Tweede take. Mijn batterij van mijn camera was leeg. Die is nu nog steeds soort van half leeg. Maar ik heb hem even snel opgeladen om jullie deze hotelkamer te laten zien. Laten we beginnen bij de badkamer. Sorry voor mijn rotzooi, want ik ben een soort van... Een hondje die overal pist om het territorium af te maken. Dat ben ik ook. Ik gooi overal spullen neer binnen 3 seconden. Heb ik hier ook gedaan. Dit is de badkamer. En een bad. Waar ik waarschijnlijk geen tijd meer heb om gebruik van te maken. Dan hebben we hier... Nou ja, whatever. Oké, dit is de hotelkamer. Jongens, en daar zit een hele vreemde man in mijn hotelkamer. Oké, dit is de kamer. En waarom ik hier ben, is voor Hubble. Ik ben namelijk morgen jurylid bij de zeepkistenrace. En mijn batterij gaat nu waarschijnlijk weer uitvallen. Dus daar ga ik jullie morgen heel veel meer over vertellen. Sluit lekker. Oh, even de eitjes weg hoor. Ik denk dat Max daar wel is. Dankjewel. Ja, jongens. Ik vind deze fantastisch. Ja, ik vind dit echt, fantastisch. Ja. Ja. Oh, ik ruik vuur. Ik kom niet bij ons. Hallo, ik ben de filmende jury. Ik ben de filmende jury. Ja. Wat hebben jullie? Ja. Hey jongens, jullie gaan... Hallo, jullie gaan in het boterkuipje naar beneden. Oké. En dit is? Dat trekken jullie er zo meteen af. Ja. Oh, kijk wat leuk! Lekker vloes. Hey jongens, wat is dit? Ik heb nu het idee dat we een soort Monopoly gaan spelen hier. Dat is wel heel grappig. Ja. Deze man heeft was namelijk een postbode. Okay. Kijk al deze vloes die ik heb ontvangen. Ik werd al home heel leuk. Vloggen jongens? Is dat? Ja, ja joh. Steekpenningen. Ja. Oh ja? Ja. Hallo, goedemorgen. Het is zaterdagochtend en ik ben vandaag op het Red Bull zeepkistenrace in Valkenburg. We hebben net allemaal kisten beoordeeld en zometeen gaan die de berg af en dan gaan wij jureren. Vet leuk, dit is mijn medisch jureerder. Hallo! Ja, we natuurlijk zorgen dat de baan vol en top geprepareerd is. En dat betekent dat we over enkele ogenblikken gaan namelijk een testrun gaan doen. Ja, de jurystoelen. Oh, ik doe vloggen. Ja. Ze gaan beginnen, jongens. De allereerste. Zal ik jullie even voorstellen aan de jury? Hier hebben we mevrouw Plasch. Hallo. Plasch. Hallo. Samuel. Samuel. Hallo, hallo, hallo. Vinden jullie het leuk? Ja, top. Hallo Jan. Jan is ook... Ja? Top. Ja, met je laptop. Helemaal. Ik heb snel een mailtje beeldje van.
dan hebben we hier de andere. Hey. Oh, die hadden we al gezien. Hey. En is de andere jury. Het stofzuigertje Nono, gevolgd door de Flying, is gewoon hier aanwezig. Maar ja, eerst die showmanship. Ja, daar weet je, een soort hoop dat die jullie dat als kussen heeft gegeven. Jury, Samuel. Ja, Samuel, zie ik al. Ze zijn nog niet gevonden, jongens. We gaan in ieder geval nu naar de showmanship. Jullie 30 seconden gaat nu in. En zo is de Bondmobiel, hebben zij dus gekregen, zij dus... De printshop om mijn scriptie te laten printen. Super fijn. Nu printen, morgen inleveren en ik ben er klaar mee. Goedemorgen, het is vandaag maandag en het is een nieuwe week. En ik heb net mijn scriptie ingeleverd. Yay! Klap maar eventjes. Yay! Yay! Ik zit hier met drie klasgenootjes, die willen allemaal niet op camera, maar we hebben hem alle drie ingeleverd. En we zitten nu aan de koffie. Koffie op maandagochtend.
Deze week heb ik even de weekvlog tot en met maandag gedaan. Omdat ik die scriptie maandag ging inleveren. En ik had heel weinig gevlogd. Dus ik dacht, weet je wat, ik prop het even bij elkaar. Dus deze week duurt de vlog tot en met maandag. En vanaf volgende week is die van dinsdag tot zondag. Maar heel erg bedankt voor het kijken. Vond je dit nou leuk? Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En tot volgende week. Heel veel liefde en kusjes. Doei!